Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Huishouden president Santokki als eerste geteld bij Start Volkstelling en president Santokki werkt lijvig programma in Coroni af. Het huishouden van president Chandrika Prasad Santokki is als eerste aan bod gekomen tijdens de 9e Algemene Volkstelling van Suriname. Het staatshoofd heeft als eerste burger van het land op 14 oktober samen met First Lady Melissa Santokki Sinachiri de verschillende vragen die bij de volkstelling horen beantwoord. Hiermee is het officiële startsein gegeven voor de landelijke telling. De rest van de samenleving zal de komende weken eveneens worden geïnterviewd. Joanne Keenswijk, lid van het Census Management Team in Wanica, lichtte toe dat de volkstelling een alomvattend proces is waarin data wordt verzameld, verwerkt en uiteindelijk gepubliceerd. Vandaag is de officiële start van de 9e census, de Algemene Volks- en Woningtelling. En de president van Suriname en zijn huishoudleden zijn als eerst geteld. De president is de eerste burger van het land, dus hij wordt als eerst geïnterviewd bij de census. En na zijn interview, dan kunnen we de rest van de samenleving interviewen. Oké, de volkstelling is een algeheel proces waarbij we dan data verzamelen, verwerken en publiceren. En tijdens de 9e volkstelling gaat het om sociaal, demografische en economische onderwerpen waarover we de huishoudens dan informatie vragen. Geslacht, leeftijd, werkstatus. En deze data wordt dan verwerkt. Het is geheel anoniem. En dan publiceren we de data zodat je als land ook meer informatie hebt over je samenleving. De officiële startdatum is vandaag, 14 oktober. En dit is de start van de basisstelling, waarbij we dan alle districten van Suriname aandoen. En de basisstelling duurt tot ongeveer 10 november. En na 10 november gaan we evalueren en kijken van welke huishoudens of welke adressen hebben we niet kunnen interviewen. Dan volgt de fase van de natelling. En die duurt ongeveer tot 24 november. En na de natelling hebben we tot en met 22 december de post-enumeration survey. Dat is een controlemechanisme op je verzamelde data. En dus eigenlijk vanaf nu tot en met 22 december kan de samenleving tellers, bezoekers verwachten. Waarbij we dan rekenen op hun volle medewerking qua het beschikbaar stellen van hun informatie. Want we hebben de informatie nodig om dan de data te verwerken en te publiceren. Om dan ook informatie te hebben om beleid te vormen. Het tijdstip is variabel. Sommige huishoudens zijn 's morgens thuis, andere zijn 's middags thuis, andere in de vooravond. Wat wel vaststaat is dat de groepen vanaf op zijn vroegst 8 uur 's morgens beginnen met de veldwerkzaamheden, voorbereidingen en nagaan welke afspraken ze hebben met huishoudens om dan de interviews af te nemen. Dus het is variabel. Als men in de ochtend bezocht wordt en men heeft geen tijd of men wenst een andere afspraak te maken, dan schikt de teller zich naar de beschikbaarheid van de respondent. Het kan in de middag zijn, het kan in de vooravond zijn. Dus dat zijn de afspraken die allemaal in het veld gemaakt worden. Sowieso willen we de samenleving massaal oproepen om mee te werken aan de census. Het is een heel belangrijk project. Het is landelijk. Het is na 12 jaren dat we weer een census organiseren. Er is heel veel werk in gaan zitten, heel veel inspanningen. En we willen een succesvolle census draaien. En om de census succesvol te maken, hebben we iedereens hulp nodig. De samenleving, de regering, alle partijen. We tellen huishoudens, we tellen collectieve huishoudens, special operations, goudvelden. En ieder wordt geteld. En we roepen aan ieder op om hun bijdrage te leveren. De informatie die we verzamelen, we vragen de mensen ook om hun formele documenten beschikbaar te hebben.
ID-kaarten, paspoorten, familieboeken, zodat de interviewers de informatie correct kunnen noteren en registreren. Op vrijdag 11 oktober 2024 bracht president Santokki een werkbezoek aan Koroni, een district dat al langere tijd met diverse uitdagingen kampt. Tijdens zijn bezoek werkte de president een drukprogramma af waarin de problemen en uitdaging van het district onder zijn aandacht werden gebracht door districtscommissaris Michael Winter. Wij brengen u de volgende reportage vanuit Koroni. Een van de hoogtepunten van het bezoek van president Santokki aan Koroni was de rondleiding op de gerenoveerde OS Totnes. De openbare school die jarenlang te maken had met lekkages en wateroverlast is door tussenkomst van de regering geheel opgeknapt. De president toonde zich verheugd over de aangebrachte verbeteringen. Hij benadrukte dat een schone en veilige leeromgeving cruciaal is voor zowel het welzijn als de prestaties van de leerlingen. Oh ja, zulke moeilijke zorgen, die kan ik niet meer maken. Oh, dan ga je voor president worden. En precies zeg maar na een jaar staan we weer hier in een heel mooi gerenoveerde school. En namens de gemeenschap van Koroni, de leerkrachten en de leerlingen, moet ik u en uw regering, uw team bedanken voor dit heugelijk feit dat we hier in een, zeg maar, een moderne, mooie school is. Maar president, dat is het niet. Alle andere scholen, Shiwan Sanjaso. En elke school heeft problemen. U mag het weten, gisteren nog was de schoolleider van RK School bij mij op bezoek. En ze vroeg me gelijk van, kunt u morgen de president vragen om ook voor Lokwan staat ook toe die RK school. Maar ik zei ervan, we zijn begonnen met OS Totnes en we gaan niet stoppen, we gaan door. En je kan ook een president worden, je kan ook een commandant worden, je kan ook een districtscommissaris worden, je kan ook een juffrouw worden. Je kan ook een dokter worden, je kan ook een militair worden, je kan ook een politieman worden. Oké? Okay? Onder met uw team, leerkrachten, jullie ook gefeliciteerd. En we gaan de rest van die projecten samen met jullie allemaal uitvoeren. En de andere scholen die de aandacht gevraagd hebben, die gaan we ook meenemen in ons project uitvoeren. Gefeliciteerd, Daisy, bedankt voor de coördinatie. Meneer Dijksel, bedankt voor de coördinatie. Many thanks and God bless you all. Thank you. President Santokki reikte in samenwerking met de presidentiële werkgroep Sportprojecten ook een sportpakket uit aan de school. Het pakket maakt deel uit van een landelijk sportproject en bevat diverse sportmaterialen, waaronder voetballen, basketballen, volleyballen, tennisballen, slagbalbats, damborden en EHBO-kits. Cindy Verwijs, Sylvester, onderhoofd van de school, bedankte de regering voor de renovatie, maar deed tevens een oproep voor de aanleg van een sportveld. Het staatshoofd moedigde de schoolleiding aan om de klaslokalen na schooltijd te gebruiken voor naschoolse activiteiten zoals trainingen, agrarisch onderwijs en talentontwikkeling. Hij beloofde de nodige ondersteuning vanuit de regering en de betrokken ministeries om dit te realiseren. Thank you.
Het werkbezoek van president Santokki stond ook in het teken van agrarische ontwikkeling. Symbolisch werd het startsein gegeven voor de oprichting van het Marcusa Training Center in het district. Dit initiatief, ondersteund door de Inter-American Development Bank en het Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture, heeft als doel het ondernemerschap en de agrarische ontwikkeling in Coroni te stimuleren. Met het in de grond stoppen van een Marcusa-plantje markeerde president Santokki de start van een project dat de Marcusa-teelt en de betrokkenheid van de lokale gemeenschap moet bevorderen. Ook zal het trainingscentrum de inwoners van Coroni de benodigde kennis en middelen bieden om succesvol te ondernemen binnen de agrarische sector. Door die mensen van LVV die me een push hebben gegeven en ze hebben gezegd, mevrouw Isaias, het gaat lukken, u heeft het. Grond is er al, die bedden waren er al, dus we hebben het alleen maar eventjes schoongemaakt. Heel mooi, heel mooi. Ik zal er flink gebruik van maken. Ze komen naar hier toe, de LVV, gaat ze trainen. Ik heb alle palen gehad, prikkeldraad, die plantjes. Ik heb een brushcutter gehad, een blower. In ieder geval moet ik nog een paar dingen krijgen, dat weet ik nog niet wat. Voor mij moet ik ook een waterpomp krijgen. Zelfs, als komen ze me niet helpen, doe ik het zelf met, ik heb 2 arbeiders. Zij gaan me helpen om het te doen. De eerste oogst gaan ze nemen als proef en de rest mag ik behouden, mag ik zelf verkopen. Ik verkoop het meestal gewoon langs de straat. Ja, maar zo niet meneer Dijkstil, zegt, hij heeft ook een fruit miner project in Keri. Dus bij hem kan ik het ook leveren. Dat ze me komen helpen, ja, ik graag dat ze me komen helpen. Ze weten het, dat ze altijd welkom zijn bij mij. En ik zou het echt op prijs stellen als ze dat doen. Dat ze me komen helpen. Ze weten het heel goed dat ik geen gierig mens ben. Ik deel altijd met mijn medemens. Verder krijgt Coroni binnenkort een nieuwe toeristische attractie. Het Tatakolinplein wordt omgetoverd tot Wakapassi. Dit initiatief, vergelijkbaar met de bekende Wakapassi in Paramaribo, wordt gerealiseerd door het directoraat toerisme van het ministerie van Toerisme, Communicatie en Transport. De Wakapassi in Coroni, door de lokale bewoners Monipassi genoemd, zal niet alleen voorzien zijn van cabanas voor de verkoop van lokale producten, maar ook van een informatiecentrum, voldoende parkeergelegenheid en een busterminal. Er zullen regelmatig optredens plaatsvinden voor het vermaak van bezoekers, waardoor het een levendige plek wordt voor zowel toeristen als inwoners van Coroni. De eerste stenen voor het project werden op 11 oktober symbolisch gelegd door president Santokki, minister Uraikit Ramsaran van TCT, districtscommissaris Michael Winter en directeur Rabin Buddha van het directoraat toerisme. De oplevering van het plein staat gepland over 8 maanden. Op sociaal vlak werden er stappen gezet. President Santokki heeft de Kosu-bakkerij Brood Nodig officieel geopend in het Kokos-district. Deze bakkerij, een initiatief van Stichting Kies voor Ontwikkeling KVO, is opgezet om te voorzien in de broodbehoeften van de lokale bevolking, vooral voor de schoolgaande kinderen die vaak zonder ontbijt naar school moeten. Het plakkaat werd door de president onthuld tijdens zijn werkbezoek in het district. De oprichter van KVO, Romano Meriba, sprak zijn bezorgdheid uit over de late levering van brood vanuit Fernandes Bakkerij in de stad, waardoor kinderen op maandagochtend vaak zonder brood naar school gaan. Met de oprichting van deze bakkerij hoopt hij dat de inwoners van Coroni de nieuwe voorziening zullen koesteren en dat het project een blijvend succes wordt. Het is namelijk zo dat ik 2 jaar terug ging aan de Keri. En ik wilde vers brood. En tot de ontdekking dat er geen vers brood in Coroni was, ik vond het erg. En toen heb ik de DC gecontact. Ik vroeg hem, zijn er wat problemen? We hebben samen gebrainstormd en hij zei, luister, we kunnen een bakkerij opzetten. Ik ben toen met mijn stichting, KVO Kies voor Ontwikkeling, we hebben gebrainstormd en wegens donateurs en sponsoren, Community Service, Chotelal, De Molen, is het tot stand gekomen. En ook andere partnerships. Dus ik dacht, weet je wat,
Niet alleen in Paramaribo, we willen iets doen, iets Surinaams. Ongeacht, mijn stichting is een non-profit organisatie, geen politiek aangelegd, we zijn Surinamers. Ongeacht als je ABO bent of PL of VAP, we gaan met je werken. Het is een stichting, dus we gaan ervoor. Het is voor de sociaal doelen, achtergestelde gebieden. En u ziet het vandaag, een mijlpaal vanuit mijn stichting. We willen de president complimenteren bij deze. Hij is gekomen met de DC en dat geeft aan dat wij duidelijk zeggen wat we doen. We zijn een non-profit organisatie, we kiezen geen kleur. En dit is tot stand gekomen, mede door alle coronianen. We zijn heel erg trots, vooral ik, omdat een droom werkelijk is geworden. Never give up. Ik had aangegeven ook, ik doe met mijn stichting geef ik laptops aan middelbare studenten. En ik wil aantonen dat niet wanneer je iets fouts hebt gedaan, alles kan in het leven. Verander, begin met jezelf. Ik studeer ook af, ik ben bezig met mijn masteropleiding. En zo wil ik invulling geven om Surinamers op te boosten, dat er nog hoop is, geluk. Laten we gezamenlijk Kuliba jege, laten we Suriname opbouwen. Dat wil ik aangeven. Deze heeft het daarnet aangegeven, ze doet wat projecten. En als stichting heb ik daarnet aan gewerkt met ieder. Ik wil een beroep op doen, dat kijk, het is een heel goed initiatief. Ook voor de kinderen, niet alleen studenten, maar internaten, sociale instellingen. Dat wij als stichting gelegenheid willen maken vanuit de foodbasket, wat de president daarnet heeft aangegeven. En de president heeft gezegd dat wij heeft een luisterend oor via de DC en dat we als stichting sowieso daarbij hem kunnen komen. En dat vind ik heel fijn. Verder krijgt Coroni binnenkort een nieuwe toeristische attractie. Het Tatakolinplein wordt omgetoverd tot Wakapasi. Dit initiatief, vergelijkbaar met de bekende Wakapasi in Paramaribo, wordt gerealiseerd door het directoraat toerisme van het ministerie van Toerisme, Communicatie en Transport. De Wakapasi in Coroni, door de lokale bewoners Monipasi genoemd, zal niet alleen voorzien zijn van cabanas voor de verkoop van lokale producten, maar ook van een informatiecentrum, voldoende parkeergelegenheid en een busterminal. Er zullen regelmatig optredens plaatsvinden voor het vermaak van bezoekers, waardoor het een levendige plek wordt voor zowel toeristen als inwoners van Coroni. De eerste stenen voor het project werden op 11 oktober symbolisch gelegd door president Santokki, minister Uraiki Tramsaran van TCT, districtscommissaris Michael Winter en directeur Rabin Buddha van het directoraat toerisme. De oplevering van het plein staat gepland over 8 maanden. Het is dus zo dat op een gegeven moment de Evangelische Broedergemeente een project heeft ingediend, een projectvoorstel heeft ingediend en een verzoek tot uitvoeren. En wij hebben dus na heel lang onderzoek en kijken, nagaan wat het precies wordt, wat we allemaal kunnen doen, het budget dat we ter beschikking hebben, hebben wij dus besloten om dit project uit te voeren. En we hebben dus op een gegeven moment zijn we gekomen naar Coroni, we zijn naar de locatie gekomen. We hebben gezien van ja, dit wordt een heel mooi project. We hebben toen enkele aannemers benaderd. En die hebben dus voor ons een plan gemaakt van wat ze zouden willen. En of wat ze zouden kunnen doen. En toen is dus de heer Christian Thakur bereid gevonden om dus dit project voor ons uit te voeren als aannemer. Vandaag 11 oktober, met het bezoek van de president aan de district Coroni, hebben wij dus gemeend om de eerste steen te leggen en ook het bord te onthullen waarop dus duidelijk te zien is wat er allemaal hier gaat gebeuren. Ik moet erbij vermelden dat de EBGS alleen heeft gevraagd voor een zwembad. En op een gegeven moment hebben wij dus toen samen met de aannemer, heeft hij dus gezegd van ik kan veel meer hier doen. Weet je, kijken naar het budget en ik kan veel meer. Dus het wordt niet alleen een zwembad dat hier komt, maar het wordt een heel sportcomplex. Met speeltuin, voetbalveld, zwembad is erbij. Maar ook met appartementen, zodat mensen die in Coroni komen hier kunnen verblijven. En tegelijkertijd bij het zwembad zijn. Terwijl het een groep, een zaal, waar die eventueel verhuurd kan worden. Want zoals de president aangaf, het gaat om duurzaamheid. En dan moet je die mogelijkheden ook gaan creëren om die duurzaamheid te verzekeren. Dus daar is er een zaal ook erbij, komt er ook erbij. Zodat die verhuurd kan worden om fondsen te genereren.
En de DCI van Coroni heeft dus dat project ook geadopteerd, dus samen met de EBGS. Zullen ze ervoor zorgen dat dit project geslaagd en dat het duurzaam zal zijn. Het is een zwembad dat eigenlijk bestemd is voor zowel volwassenen als kinderen, omdat er ook een kinderbad bij komt. Dus het is een volwassen bad van ongeveer 1,5 meter, maar daaraan gekoppeld is er ook een kinderbad. Dus eigenlijk is het voor iedereen, van de peuter tot zeg maar de 60-plusser. Ter afsluiting van het bezoek overhandigde president Santokki in het cultureel centrum Coroni 96 grondpapieren aan burgers van het district. Met deze uitreiking benadrukte het staatshoofd de belofte van de regering om meer rechtszekerheid te bieden aan de bevolking. Onder de ontvangers waren ook personen die al decennia wachten op hun grondpapieren. DNA-lid Joan Wilson, zelf inwoner van Coroni, sprak de emotionele betekenis van deze gebeurtenis uit. Minister Dinota Forswijk van Grondbeleid en Bosbeheer wees op de boedelproblemen die het district al jarenlang teisteren. Ze uitte haar tevredenheid dat het ministerie 96 aanvragen heeft kunnen goedkeuren. Tot slot moedigde president Santokki de bevolking van Coroni aan om problemen bespreekbaar te maken, zodat de regering snel actie kan ondernemen. Hij onderstreepte dat er wetgeving in werking is getreden om het boedelprobleem op te lossen. Volgens het staatshoofd kan Coroni met voldoende motivatie en samenwerking weer opbloeien en de kansen benutten die er zijn. Daarnaast riep de president alle Coronianen op om actief betrokken te zijn bij de huidige projecten en de toekomst van hun district. Dames en heren, dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.